De bende van vier, Barroso Draghi, Juncker en Van Rompuy, die hebben de opdracht gekregen van hun regeringsleiders om een masterplan te ontwerpen. Daar zijn ze druk mee bezig geweest. Dat is heel belangrijk. En we zien dus ook dat bij de hele ontwikkeling van het masterplan Nederland eigenlijk buitenspel staat. En dat is heel jammer. Dat masterplan dat bestaat uit een aantal delen. Een bankunie met Europees toezicht en de Europese depositogarantiestelsel. Een fiscale unie hè, met wellicht ook op termijn eurobonds, maar ook met een minister van Financiën op Europees niveau. En dus ook een politieke unie, dat willen vooral de Duitsers. Dus de strijd is vooral tussen enerzijds de Fransen, Spanjaarden, Italianen, die willen zo snel mogelijk die eurobonds, die bankunie, en anderzijds de Duitsers die eerst gewoon de zaak goed geregeld willen hebben. Dit is een lange termijn. Uh, gaat dit wat opleveren op de lange termijn? Het gaat uh, wel op de lange termijn wat opleveren, maar het duurt wel even. Want kijk, uh, de top, de eurotop van 28 en 29 juni, daar wordt natuurlijk eerst de contouren van zo'n plan gepresenteerd. Nou, daar gaat iedereen daar zijn zegje over doen. Dan gaat er uh, druk omhandeld worden, vooral tussen de Duitsers... En de Fransen, maar ook de Spanjaarden en Italië. Helaas staat Nederland weer eens buitenspel. En dan uh, gaan de topambtenaren aan het werk om dat verder uit te werken. Dus de eerste echte masterplan kunnen we pas eigenlijk eind van dit jaar verwachten. In december van 2012. Zoals gezegd, dit is een plan voor de lange termijn. Wat kan er op de korte termijn nog gebeuren? Op de korte termijn kan er hoop gebeuren. Want uh, bijvoorbeeld, we hebben structuurfondsen. 60 miljard, wat voor een groot deel op de plank blijft liggen. Dat komt door uh, de regel van cofinanciering. Dat maakt het erg ingewikkeld om die structuurfondsen direct aan te wenden. Dat zou de Europese Raad gewoon direct kunnen aanwenden. Die zou zeg maar, die verplichting voor cofinanciering even kunnen opschorten. En daarmee stimuleert men de groei. En verder hebben we ook nog de Europese investeringsbank, de EIB, met zijn solvabiliteitsratio van 27%. Uh, die kan ook wat proactiever worden voor investeringen in infrastructuur in Zuid-Europa. Dat zou natuurlijk de groei in die landen die met een enorme recessie worden geconfronteerd, toch uh, wat uh, matigen. In de zin dat ze gewoon iets diep, minder diepe recessie hebben. En ik denk dat dat op korte termijn, uh, zeg maar, in het crisismanagement echt moet gebeuren. Is het niet opvallend dat Duitsland een kleine rol heeft gehad, misschien achter de schermen wel, maar niet op de voorgrond, in de plannen van de Bende van Vier? Ja, Duitsland en Frankrijk zullen natuurlijk, net zoals Spanje en Italië, altijd geconsulteerd worden. Er was vorige week op vrijdag ook een mini-top onder leiding van Mario Monti in Rome, om de klokken gelijk te zetten. Daar kwamen de dames en de heren niet zo goed uit, hè, want er was eigenlijk niet zoveel nieuws onder de zon. Maar wat erg opvallend is, is natuurlijk dat Nederland totaal afwezig is in dit dossier. En dat heeft met de verkiezingen van 12 september te maken. Mark Rutte, de historicus Mark Rutte, heeft geen bezoefte aan vergezichten, nog structuuroplossingen. Dat heeft natuurlijk gewoon te maken dat het hem een, een paar zeteltjes uh, kan schelen die hij verliest aan de PVV. En dat vind ik toch eigenlijk wel buitengewoon uh, bizar dat onze premier geen visie wenst te ontvouwen. Op het masterplan. En ik denk dat dat de rol van Nederland hierbij ook marginaliseert. En dat is niet goed. Maar we kunnen toch onze hele Nederlandse politiek niet blijven afstemmen op verkiezingen die over een paar maanden gaan plaatsvinden? Ja, maar dan moet een premier ook boven zichzelf uitstijgen en dus ook staatsmanschap betonen. Nou, we hebben gezien dat dat niet de sterkste kant is van onze premier. Ik vind dat onze minister van Financiën steviger in dit dossier opereert. Die heeft ook gezegd: Wij willen niet de bankenunie ingerommeld worden. Dat vind ik heel terecht, want de bankenunie gaat er natuurlijk wel komen. Maar de vraag is: In welke volgorde? Een bankenunie kan je natuurlijk alleen maar hebben als je een goed Europees toezicht hebt. En het Europees depositogarantiestelsel goed geregeld is. Waarbij de burden sharing tussen de landen goed geregeld is. En anders kan je niet zomaar eventjes. ...een Spaanse bank als Bankia eventjes 50 of 60 miljard helpen uit het noodfonds. Dus met andere woorden, moet er moeten gewoon heel veel zaken eerst geregeld worden. En dat betekent dus ook dat we zeker een half jaar bezig zijn met de verdere ontwikkeling van dat masterplan. Waar alle puzzelstukjes eigenlijk in elkaar moeten passen. De bankunie, de fiscale unie, de politieke unie, et cetera. Dus het, het is een behoorlijke klus...